Hey guys, welkom bij weer een aflevering van amateurvisser.nl. Weer een aflevering uit de Dead Bait Diaries serie. Het is zaterdag, mag weer vissen, yay! En ik ga denk ik aan de slag met de kebabrig achter de snoek aan. Het is redelijk mooi weer, dus dat is mooi. En we gaan weer meemaken wat de dag ons vandaag weer gaat brengen. Het ziet er nou uit dat het water weer iets helderder is en wat minder hard stroomt. Dus dat zou een goed teken moeten zijn. Ja, weet je natuurlijk nooit. Maar goed, we zien wel. Ik ga snel de stek. Snel opzetten en dan lekker een paar uurtjes vissen op deze lekkere vrije zaterdag. Zo, we zijn op de stek. Warmtepakje aantrekken dan, dat weet ik wel. Een beetje frips. Spullen neerzetten. Er ligt behoorlijk wat takkenzooi, zo te zien. Het water staat niet al te hoog en het lijkt ook niet al te bruin, dus dat is mooi. Ik heb nieuwe hengeltjes, Shimano Dodaas hengels van 3 meter. Ik had er eerst van 2,70 meter, maar die vond ik net iets te kort, dus die heb ik weggegeven. Maar deze van 3 meter die zou toch wel goed moeten zijn. Stoeltje. Ik heb alleen nog maar een feederstoel. De andere stoel ligt bij Dennis. Ja, dat maakt niet uit. De pootjes. Kijk, sleutels heb ik. Dan kan ik hem dichtgooien. Dan ga ik eens even de stoel opzetten hier. Nou, die ga ik hier boven neerzetten. Zo. Het is koud, jongens. It's cold. Cold outside. Ik heb er zin in. Zoals altijd. Hè. Altijd zin om te vissen gewoon. En als ik geen meer zin meer heb om te vissen, dan kun je me begraven. Zo. Zo. Chop, chop, chop. Chop. Ik heb lekkere koffie bij. Ik heb van die cappuccino zakjes. Gewoon water in mijn thermoskan. Dan kan ik die cappuccino zakjes gewoon mee aanmaken. Mijn water blijft langer warm dan koffie, zeker als je melk in de koffie doet. Dus ook wel een handige tip. Zo. Zo. Eens kijken of het een beetje zit zo. Ik kan met de benen zwaaien. Niet de meest stabiele stoel hoor. Maar ja, dat is ook niet de duurste stoel natuurlijk. Beetje stoel ben ik toch niet zo heel tevreden over eigenlijk. Maar ja. Dat zei je zo. Ik heb hier overal van die Matrix bands. Matrix hot bands omheen zitten. Die vind ik wel fijn. Kun je natuurlijk ook zelf maken. Ik heb ze gekocht. 6 euro. Ik denk dat ik vooral mijn hengels wel heb. Dus ik heb 120 euro of zo uitgegeven aan die rotbands. Nou ja. So be it. Oh, ik kon zeggen dat het juist niet goed is. Oh ja. Hoppakee. De eerste. Trouwens, Aigo staat er weer. Aigo Fishing. De montage is echt heel simpel. We gaan met een... in ieder geval ook met een...
dinges vissen. Met de kebabrig. Ik vergeet die naam steeds eigenlijk. Hele voor de hand liggende naam. Maar met de kebabrig. Ik heb al een aantal aanbieden op gehad. En ik denk omdat hier nogal veel gevist wordt. Dat die dat er misschien zelfs wel wat dressuur op het water zit qua snoek. Dus dan hopen we die een beetje te doorbreken met de kebabrig. Of dat gaat werken, I don't know. I don't know if it's gonna work, but we will see. Hoppakee. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertainers. Kijk, dat wil even laten zien. Die kebabrig. Dat is natuurlijk wel leuk voor de film. Even een hengeltje hier. Hoppakee. Fijne hengeltjes, man. Ze zijn redelijk stijf, stug, dus kun je. Ik snoek heb je geen dikke hengel voor nodig om te drillen natuurlijk. Maar je hebt een redelijk zware hengel nodig, zoals een kaperhengel die vaak gebruikt wordt. Om gewoon het zware aas weg te zetten. Kijk, montage is heel simpel. Ik leid een warteltje over de lijn. Daar komt mijn lood aan. Lood wat ik heb. Ik denk dat ik het hier met 30 gram wel 40 gram doen. Stroom toch wel redelijk, dus 40 gram eraan. Dat komt gewoon aan een klein warteltje met een groot oog wat over de hoofdlijn heen beweegt. Hier. Dan gaan we de kebabrig klaarmaken. Dat doe ik met een sardine deze keer. Waarom weet ik niet, kunnen ook met andere vis doen hoor. Maakt niet uit. Sardine, hoppakee. Dan pakken we een mes. Dan snijden we die sardine even in stukken. Laten zien, zo. Kop eraf. Hoppakee. 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 Het is nu bevroren, dat is wel fijn, want het snijdt zich makkelijker zonder al die tatten. Kijk, dit is een kebabrig. Een Fox flotertje erop. Floating balls op zijn pin. En je voelt hem al aankomen. Kebab, kijk. Stikte je er zo doorheen, hè. Hopla. 1. Even kijken of die kop nog... Nou, die kop doe ik nog even niet. 2. Le kebab. Die kebabrig die drijft dan, hè. Snappen jullie wel, hè. Oh, snoepbaasrig. Ik moet niet hebben. Ik moet de deadbait teruggeven, deze. Kijk, en dan heb ik een takeltje gemaakt. Haak maar 2. Een redelijk grote haak aan. Haak maak 2, omdat één haak aan die deadbait takel van die kebabrig zit. Kijk, en dan denk je natuurlijk, wat gaat hij nu doen? Dan pak je die haak, het punt van de haak, en die gaat door dit pinnetje heen. Like this. Zo. En dan dit rubbertje. Prik je dan over de haak, want anders dan schuift hij zo eraf en nu kan hij niet eraf schuiven. Zie je? En wat doet dat om het water? Dan draait hij zich om, omdat dat ding drijft. Zie je? En dan kan hij zo vissen. Zo. Die hangen hier zo aan.
hoppakee. En dit is het. Lood schuift over de lijn. Een rubber balkje tegen de knoop te beschermen. Stevige wartel, 80 pond denk ik. En de deadbait rig die dus boven die dus een beetje kan drijven. En dan is het een kwestie van uitgooien. Hè? Heel simpel. 1, 2. Hoppakee. Gooi hem niet te ver uit de kant. Dat is volgens mij niet nodig. Even kijken hoe het zit met de stroming. Zo. Dan is de eerste deadbait rig is klaar. Hè? Steuntje in de grond steken. De grond is goed bevroren. Hengel aan het vangen. Oei oei oei, amateur alert. Amateur alert. Het gebeurt natuurlijk altijd dit. Hè. Even kijken. Ja. Goed zo. Het lijkt niet te hard te stromen. Dus dat is wel mooi. Fijne hengeltjes zijn dit, man. Oh, ze zijn een stuk korter ook om mee te nemen dan die kaperhengels. Echt veel fijner. Zo. Ik heb niet zoveel van die hele lange hengels nodig, hè. Dan maken we een tweede deadbait rig. Hetzelfde principe. Je kunt er ook gewoon de kop aan doen, hè, zie je. Maakt helemaal niet uit. Ja, plakkie. Kop eraan. Eén sardine over twee rigs. De betere nog openzetten. Ik heb het gevoel dat je met de deadbait rig wel iets langer moet laten gaan dan met de gewone takel. Ik weet niet zeker, maar het is toch, die deadbait rig is toch... Ja, moet ik zeggen, iets met één haak. Dus ja, dan laat ik hem iets langer gaan. Dan heeft hij die in ieder geval in de bek. En het onderlijntje wat ik heb is gewoon fluorocarbon, 1 mm dik. God weet hoeveel kilo. Het komt snoek niet doorheen. En ik verkies fluorocarbon eigenlijk boven staaldraad. 40 gram loodje eraan ook hier. Dat heeft hij weer mooi liggen. Hop. De deadbait eraan. Zie je dat? Zo. De kebabrig. Rubbertje eroverheen. Oh. Dus die is ook klaar. Hè? Ik heb er nog een stuitje op zitten omdat ik met de dobber af en toe vis. Dan zet ik gewoon ver naar achter. Dan is genoeg speuling. En dan gaat die. Hopla, oeh, fijne hengeltjes. Echt fijne hengeltjes. Zo, de wasser, de plakke. Staat alles klaar, hè? Zullen we maar zeggen.
Zo. Het stroomt redelijk. Niet te hard. Oké, ready to rock and roll. Zo is het, hè. Hengeltjes liggen erin. Ik heb één keer uitgegooid. Niet meer aan geweest. Liggen er nu 5 minuutjes in. Ik heb het nog niet koud, maar dat gaat nog wel komen. Dan zal ik even lekker mijn warmtepakje aan. En dan we shall see. En even een kopje koffie. Nog iets gebeurd? Nee. Dan eens kijken of ze de kebabrig lekker vinden. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Mocht het nou niks opleveren tussen nu en een uur, dan doe ik er een makreel aan. Een staartstuk van een makreel. Ik doe eigenlijk altijd een staartstuk. Dat werkt toch, het werkt eigenlijk wel goed de kop eraf. Als je het midden doorsnijden. En dan gaan we dat proberen. Ik heb nog olie bij me, zalmolie en zo. Inktvisolie spray. Tonijn spray. Zalm spray, de hele shit. Dan gaan we eens even meemaken of dat wat gaat opleveren. Ik heb er nu geen wakers aan hangen. Zeggen voor teruglopers en zo moet je eigenlijk wakers hebben. Maar ik zie die lijn ook wel teruglopen hoor, als het zover is. Lijkt me niet zo heel lastig. De rechterhengel die drijft een beetje af, dus misschien dat ik die even opnieuw ga uitgooien eigenlijk. We zullen zien. Ja, ik ga die even opnieuw uitgooien, jongens. Ik heb deze wat verder erop gegooid. En dat valt nog mee. Stroming pakt hem nog niet echt heel ver mee, dus dat valt nog mee. Even kijken of niet te veel rotzooi eraan hebben liggen. Eraan hebben hangen. We hebben natuurlijk wel rotzooi eraan hangen. Dat is namelijk plantjes. Dat is even wat minder. Zo. Daar ook plantjes aan het stuitje altijd daar. Hoppa. Zo iets dichter langs de kant gooien. Flutsch. Meteen laten zinken. Lijn goed los. En dan weer terug in de pieper. Kijk hoe het met deze zit, met de plantjes. Oh ja, die heeft wel hier voor een hoofdlijn wat plantjes hangen. Dus dat is wel een nadeel met de stroming natuurlijk. In de winter, maar die zit nog goed. Dus ik ga hem gewoon weer uitgooien. Plakke. 6 meter uit de kant. Gewoon op de stenen. Gewoon omdat het kan. Oké, ik ben tevreden. Ik ga een kop koffie maken.
luisteren, jongens. Hè. Even wat anders proberen, want het is echt heel taai qua aanbieden. Dus ik ga daar wat olie bij doen. Ik heb hier een injectienaald, zoals jullie zien. En daar moet je altijd heel erg mee oppassen. Sowieso kun je je behoorlijk prikken als je daarmee valt natuurlijk. Maar het is ook zo dat die, als je wat lucht in je aderen krijgt hierdoor, dan heb je natuurlijk een vet probleem. Zo, dit is de zalmolie van doetazenbestellen.nl. En dan trekken we daar gewoon wat naar binnen. Of twee vissen. Hoppatee. Ruikt goed. Zo. Dan halen we deze eens even binnen. Tjalalala. Zo. Een kreel even pakken. Hoppakee. Dan prikken we daar gewoon. Loopt er wel zo uit natuurlijk. Zo. En dan gooi je die weer in. Hopla. Zo. En met deze doen we hetzelfde. Even het binnenhalen. Zo. Takjes eraf halen. Het zit nog allemaal goed. De sardine. Even de zalmolie. Zo. Here we go again. Zo. Jij vat lijn. Pak. Rust, ja, goed, ja, de slip goed dicht staan. Ja. Ja, flink butsen, hè, flink halen. Oeh, zie je bij de links nog een keer halen. Ja. Even. Ja, ik heb er net olie aan gedaan. Net olie, echt. Er ligt nog geen minuut erin. Zit in je andere lijn. Oh ja. En zit er nog geen minuut in, jongen? Kleintje. Maar je kon hem toch niet weer staan, zie je dat? Hij zit in een andere lijn, ja, dan moeten we even. Met die tangetje, maak hem even los. Ja, ik zal hem even. Ik zal hem even pakken. Hoppakee. Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik, jongen. Toch die olie, hè? Kijken dat ik hem. Ik kan hem hier wel even neerleggen. Kan hem ook op de dijk doen? Oh ja, kan beter, ja. Ik kan hem op de mat leggen. Haha, toch in een vis gevangen, jongen. Ja, en kom er nog,
Ja, ja, goed gezegd, jongen. Kleintje. Maar toch blij mee. Op de makreel. Ingespoten met olie. Nou, moet je even half indrukken. Die kant houden, want ik heb mijn half op staan met een schaduw. En je hand een beetje naar achteren. Ja, een goeie. Goed zo. Hopla, gaat hij weer terug. Weet er iets van niet. Ik ben blij met elke vis, jongen. Ik ben blij met elke vis. Ja, ja, precies, ja. Heel vaag, ja. Maar dat was toen in het kanaal ook, hè. Hoppakee. Jongen, jongen. Even de zalmolie pakken. Ik had net nog geen minuut in liggen met de olie. En toen beet hij al. De injectienaald. Dan pak ik gewoon die sardine. Hop, kijk, hop. Kwam die spontaan klaar. Pompen die gewoon zo vol mogelijk. Zo. En dan pakken we de takel. Dan gewoon hier aanmaken. Hop. De olie loopt al uit. Dat is alleen maar goed. Hop. En hop. En een kopje. En dan is deze hengel in ieder geval klaar. Nadat we hem uit de knoop hebben gehaald. De andere moet ik even een nieuwe takel aan doen. But. Zo. Ik kan die weer in de steun. Zo, dat was even toch een snoekje aangebeten. Een heel voorzichtig aanbeten. Was echt, ik zag top zo toe. Het ging niet eens door de slip heen. Het ging niet eens door de pieper. Maar ik zag aan de top, dit is dung, 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 dung. Ik denk, ja, wat is dat nou weer? Jurgen was er ook nog even, die was hier nog even aan het gooien. Met een perch. 3D perch. En ik zeg, Jurgen, volgens mij heb ik beet. En ik zag zo het topje gaan en denk, ja. Ik heb mijn aangeslagen net in de lip gehaakt. Helaas net door de andere lijn gezommen, dus moest ik even uit de knoop halen. Dat was even amateur alert. Maar ja. Maakt niet uit. En wat wel frappant was, ik had er echt geen enkele aanbeet gehad. En ik haal die sardine binnen. En ik spuit er met die injectienaald, spuit ik daar zalmolie in. Ik gooi uit en letterlijk nog geen minuut later zat die eraan. Dus dan maakt die olie toch een verschil, hè? Het is een beetje taai en zo. Dus die toch goede zalmolie dan. Ik heb ook nog andere olie, maar nu heb ik van die zalmolie van doordehaasbestellen.nl. Dat is prima. Nadeel van andere olie, van haringolie, is dat je vaak die stinkt vaak veel erger. Ja, dus dat doe ik net goed, maar ja, niet als je het in die kleren krijgt natuurlijk. Anyway, niet voor niks geweest vandaag in ieder geval. Dus dat is wel prettig. En we gaan kijken, het is nu 4 uur. 4 uur, zeggen ze in Brabant. En ik denk dat het rond 5:30 zoiets donker wordt. Dus ik heb nog 1,5 uur, 1 uur en 3 kwartier. Om
om een iets dikker te pakken, maar ik zeg al, ik ben blij met elke vis, jongen, maakt me echt niet uit. Het is een mooi snoekje, is toch ook prachtig. Hoeft niet altijd een meter te zijn, hè. Liefst wel natuurlijk. Aha. Liefst wel. Steeds redelijk taai hier op het water. Er is een snelle stroming en een beetje bruin water en zo. En toch blij dat ik een snoekje heb gevangen. Ik ga de afsluiter nu opnemen, want de zon is bijna onder. En daar zien we helemaal niks meer. Ik blijf wel nog even vissen. Als ik er daar nog eentje uithalen, kijk ik of ik dat nog eventjes mooi kan filmen. Maar goed, diegene die ik gevangen had vandaag was op de sardine met de kop eraf en volgespoten met zalmolie. Ik zeg al, die lag er 2 minuten in en toen hapte die, dus waarschijnlijk net voor zijn neus gegooid ook. Maar goed, het maakt niet uit. Ik ben blij met een visje, weet je wel eens vaak van, oh, en hoe lang was die van jou, weet je wel. Ja, dat is een kleintje. Maar ik heb wel lekker gevist, ik heb hier mooi aan de waterkant gezeten. Mij hoor je niet klagen op een vrije zaterdag. En ja, zo zie je toch. Ik hoop dat ik jullie iets heb kunnen laten zien van het vissen met die olie en zo, die injectienaalden. En ja, het kan net een verschil maken op een taaie dag. Het leek er vandaag in ieder geval wel op. Maar wat ik zei, je moet wel echt oppassen, want als je met zo'n spuit en een naald valt en je drukt per ongeluk wat lucht in een van je aderen. De kans is klein, maar als het gebeurt ben je kastje 6, hè, ben je meteen dood. Daar moeten jullie echt even mee oppassen. Verder ja, een beetje amateur alert, alleen zat een beetje in de knoop, maar ja, het gebeurt iedereen wel eens een keer. Verder nog nieuws. Ja, ik ga maandag met Jurgen op de boot. Jurgen was er vandaag nog even, zoals jullie zagen. En ja, dat wordt wel weer een leuk avontuur. Dus, dat komt dan volgende week vrijdag live. Moet je even kijken. Maar ja, ik weet nooit precies wanneer volgende week vrijdag is. Want ik heb zeg maar een hele buffer van films. Meestal heb ik zo'n 6 of 7 in een buffer. Dan kan ik zo'n maand, anderhalf maand mee vooruit. Maar soms heb ik ook helemaal geen buffer. En dan moet ik echt vissen om weer op vrijdag een amateurvisser.nl video in elkaar te stelen. Maar het gaat hard de laatste tijd, man. Het is echt, ik word de windboel qua... Even andere arm, anders krijg je een lamme arm. Ik bedoel, qua YouTube views en zo. Gaat echt hard. En ik merk dat er een hele community ontstaan is. Dat is ook wel cool. Heel veel mensen die me uitnodigen en, om mee te vissen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want ik heet wel amateurvisser.nl, maar het zijn vaak de mensen met wie ik meega.
die de meest interessante visserij hebben, weet je wel. En ik film alleen maar en ik vis gewoon gezellig mee. Dus jongens, voor iedereen die me mee gaat nemen, meegenomen heeft, jongen, echt super top. En het blijft een leuke hobby binnen een hobby, ja. Een beetje filmpjes monteren. Ik heb abonnement genomen op een professionele muziekdienst. Ik had altijd van die goedkope free YouTube audio library. Ja, het is eigenlijk gewoon eigenlijk takkenmuziek. En ik heb er vaak commentaar op gekregen. Ik weet niet meer wie het laatst zei, maar dat klopt wel hoor. De muziekkeuze was niet altijd even goed, zei ze in de filmpjes. Ik zeg, dat klopt wel. Maar ik zit natuurlijk een beetje vast aan die free audio library. Dus heb ik nu eens aan gedaan. Het is €200 per jaar. Maar je moet er wat over hebben voor je hobby. En dus ik hoop... als ik het filmpje ga monteren, dat ik daar al gebruik van maak. Of heb gemaakt, als jullie nu zitten te kijken. Anyway, het koelt weer redelijk af. Ik ben benieuwd wat de manen voor weer worden als ze op de boot zitten. Jurgen heeft er iets van 60 sardines in geflikkerd. Ha! Of 30 halve, zou ik zo zeggen. Dus 30 sardines... door midden, dus in 60,5. Dus dat gaat ook weer een leuk avontuur worden. Ja, de zon gaat nu onder. Ik krijg het nu koud. We houden het nog heel even vol. In ieder geval jongens, bedankt voor het meekijken weer. Het is gewoon altijd hartstikke gezellig. Ja. En zoals je weet, amateurvisser, altijd gezellig. Niet altijd mega vangsten, maar ja. Het gaat zich om het lekker vissen. Hè. Ik heb vandaag toch een snoekje nog kunnen verleiden, dus dat vind ik al heel wat. Om een stek die toch al redelijk overbevist is, sinds ik die op de camera heb gezet. Dus hier, hier wordt niet meer zoveel gevangen, jongens. Dus ik zou een andere stek proberen. Anyway, ik ga er nu echt een einde aan breien. Jongens, ik wens jullie een fijne avond. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer. Keep on fishing.